Zowel Bart als ik zijn echt ijdeltuiten. Heel veel dingen hebben ook echt wel een betekenis. Zo, daar sta ik dan in de gang met deze heel erg veel aangevraagde video. Eerder had ik zoiets van, oh alsjeblieft, ik heb helemaal geen zin om alles te laten zien. Maar ja, in de vlog zien jullie ook al alles, dus Disney, who cares? En in de vlog ga je ook niet elke keer alles van tevoren opruimen, dus Disney, who cares? Daar gaan we dan hierbij, mijn home tour! Ik ben op dit moment even lekker alleen thuis. Alleen met Jax. Yola is mijn vriendinnetje. Bart staat op Tomorrowland te feesten. Dus ik dacht, ja, eindelijk even de rust om dit te doen. We zijn dus in de gang. Ja, dat is buiten. We've got some light. Nou, kom binnen. Yes! We hebben tegenwoordig een nieuwe deur. Die valt heel erg fijn, echt zo erin. Zo'n kunststofdeur. Heel blij mee. Oké, we zijn hier in de gang. Ik heb hier zo'n kast waar allemaal schoenen in staan. Allemaal van die dingen die je op het moment dat je naar buiten gaat nodig hebt. De spiegel, kun je nog een kleine laatste check doen. Zonnebrillen. Kinderwagen. Die hebben we zo gepast dat die precies in de gang past. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Want het is toch heel erg irritant voor nu dat het in je woonkamer moet staan. Dus dit is echt de parking space van our wagon. Oké, de toilet. Where the shit happens. Yeah. En mijn papsje. Fijn dat hij op de wc mag staan. Onthaasten. Daar hebben we hier geen tijd voor. Van mijn moeder gekregen. En so true. Joltje, ik en Bart. Super lang geleden. Nou, hier staan eigenlijk de schoenen die ik het meest draag. Fans van dat, fans van dat, fans van Yola. Allstars, Adidasjes, slippers. Ja, dat is eigenlijk wat ik het meest draag. Dus dat klopt. Nou, dan komen we in de woonkamer. Deze deur wil ik heel graag nog een keer veranderen. Het glas dat ten eerste Dexy is er veel sneller door afgeleid. Omdat je dus alles er doorheen ziet. En hij maakt ook altijd een mega herrie om dicht te doen. Nou, dan komen we in de keuken. Hier heb ik dus alles van magneetverf gemaakt. Ben ik zelf erg blij mee. Moet natuurlijk wel je smaak zijn. De keuken heb ik ooit samen met Bart uitgezocht. Toen we nog alleen maar schouwelden met elkaar. Ik was met kerst bij Bart slapen. We hadden nog helemaal geen relatie. Maar ik was natuurlijk wel smoor verliefd op Bart. Anders zou ik nooit op kerst bij een jongen gaan slapen. En de volgende ochtend had hij alleen maar... Het was echt tweede kerstdag of zo... Dat hij alleen maar een droog broodje met pindakaas. Het was echt niet weg te krijgen. Toen gingen we naar de keukenconcurrent. En toen gingen we deze keuken kopen. Maar het was wel heel schattig. Want we hadden helemaal geen relatie. Maar hij liet me wel meebeslissen met van alles. Dus ik dacht al, hey, misschien dat hier ooit nog wel eens wat voor mij in gaat zitten. En ja hoor, dit is mijn domein geworden. Ik ben er heel erg blij mee. Vooral met dit ding. Bam, koffie. Ik kan niet zonder koffie, dus dit ding is echt een heilig voor mij. Ik hou ook wel heel erg van thee. Ik heb zelfs mijn eigen thee. Kijk eens. Disna. Huh? Ja, gewoon een keer ergens gekregen. Stoomoven gebruiken we nooit, want volgens mij doet hij het niet. In ieder geval, ik krijg hem niet aan de praat. Vaatwasser is ook stuk. Heel erg, maar nog steeds niet gefixt. Koelkast. Ja. Yeah. In de Crips laten ze dat toch ook laten zien. Zo'n blik in de koelkast. Van alles. Veel groenten. Dus ja, top. Oven kan ik eigenlijk niet zonder. Nee, kan ik zeker niet zonder. Ik probeer eigenlijk meestal wel de afzuigkap leeg te houden. Maar ik zie tot mijn verbazing dat die inmiddels alweer redelijk vol ligt. Nou, dan gaan we verder. Dan hebben we hier een trapkast. Don't wanna know. Het is echt verschrikkelijk. Allemaal gereedschap en zo. Stom, maar lichter. Dan hebben we de eettafel, echt mega groot. En we hebben dus op dit moment nog maar 3 eetstoelen, want de rest is allemaal kapot. Dus daar gaan we nog een keertje even iets voor fixen. Deze spiegel heb ik hier laatst verzonnen, omdat ja, met vloggen is het natuurlijk super leuk. Als je soms even wat afwisseling hebt in beelden of je outfit even kan laten zien. Maar ja, het geeft gewoon wat meer leven in een huis wanneer je wat met spiegels doet, vind ik. En hartjes. De liefde. Hier staan volgens mij mijn kookboeken. Deze super leuk, van mijn moeder gekregen. Dit is trouwens ons celfoonbakje. En hier gaan onze telefoons in wanneer we gaan eten. Nou, hier heb ik allemaal camera spullen, make-up
En hier staan eigenlijk al mijn dingen die ik wel eens gebruik om video's op te nemen. Dat is deze lamp, zo'n ringlamp. En mijn statief. Klein statiefje, eigenlijk gebruik ik momenteel alleen maar die. En die zet ik dan gewoon ergens op, want dat is zo fijn en klein. De box, dit is het domein van deze koning die hier aan het slapen is. Trouwens, hij slaapt hier dus nooit, hè? Oké, ik ga hem niet wakker maken nu. Hij is gewoon in slaap gevallen, maar normaal slaapt hij hier echt nooit. Deze vond ik zo leuk dat ik hem gewoon in de woonkamer heb laten staan. Dit is Dexy's huisje. Hij slaapt er ook echt altijd in. Elke avond gaat hij erin en de ochtend gaat hij er weer uit. Dat is gewoon echt lekker zijn huisje. Maar hij mag ook gewoon op de bank. Nou, de bank, dat is echt Bart zijn keuze geweest. Maar goed, zo combineren we alles een beetje van elkaar smaak. Dit hebben jullie pas gezien natuurlijk dat ik dit heb gedaan. Hier zit een hele rare afwerking, ik weet het. Dat komt omdat er ooit een barsteen kwam en toen had Bart er een koof op gemaakt. Toen heeft hij het laten stukken en ja, toen later die koof weggehaald. Niet zo slim, maar goed. Tafeltjes zijn van Brix, geloof ik. Ja, Brix of Brix. Gordijnen zou ik eigenlijk wat lichter willen, maar oké. TV ben ik helemaal niet trots op. Ga ik ook verder geen woorden aan vuil maken. De tuin, dit vind ik wel heel lekker. Dat je dus, we hebben dus een schuifbui die echt helemaal open kan. Dus je kan het lekker helemaal opengooien. Nou ja, de tuin is gewoon, ja, de tuin. Ik moet zeggen, oh, niet alle kussens liggen erop trouwens. Normaal als alle kussens erop liggen is het wel gezelliger. En daar kunnen we een vuurtje maken, dus dat is wel heel gezellig. Met gas is dat. Dat heeft Bart ooit gewild, zo'n ding. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat hij echt bijna nooit aanstaat. En dit is de swimming pool van Yola. En dit is een hele verrotte palmboomachtig iets wat niks meer is. En alle plantjes heb ik eruit gehaald, want die waren allemaal dood gegaan. Nou, de schuur ga ik al helemaal niet laten zien, want daar kan je niet eens in. Ik denk dat dat genoeg info is. Dat was de woonkamer. Ik moet echt zeggen, ik begin steeds blijer te worden in dit huis. Heel veel dingen hebben ook echt wel een betekenis. Zoals die vuist, die heeft ook een betekenis, heb ik al een keer verteld in de vlog. Dat is, als wij iets meemaken waar we heel gelukkig van worden, op een heel gelukkig moment, dan maken we een vuist en dan proberen we dat als herinnering te houden. En als je dan weer een vuist maakt, dan kun je terug naar dat moment. Dus dan kan je vuist maken op het moment dat je, ja, gewoon even terug wil naar een fijne gedachte. Dit laat ik heel even open, dan kan ik Jax horen als hij wakker wordt. Hier hebben we nog leuke liefdesdingen, heel oud. Oké. Nou, ik begin wel even met Jack's kamer. Die kennen jullie natuurlijk wel van de baby room tour. Hij is eigenlijk nog helemaal hetzelfde. Oh nee, niet, want hier heb ik wel dingetjes veranderd. Zo. En zijn bedje waar hij nu gewoon echt altijd in slaapt. Het gaat echt super goed. Dit badje gebruik ik eigenlijk niet vaak meer. Heb ik wel heel veel gebruikt. Maar het werd een beetje te vol in de badkamer. Zal ik even laten zien. Want we hebben namelijk niet zo'n grote badkamer. Nou, deze is ook zo leuk. Kennen jullie vast wel. Hele goede tip trouwens voor babykamers. Zorg dat je de babykamer kunt verduisteren. Dat is echt zo belangrijk. Dan zijn we in Yola de kamer. Ik zal echt nog wel een keertje op haar eigen kanaal een hele tour door haar eigen kamer geven. Dit is dus de makeover die we laatst hebben gedaan met de huismuts. Ik vind het gewoon nog steeds met de dag leuker worden. In het begin dacht ik echt van, oh, ik hoop dat Yola het leuk vindt, zo heftig. Maar zij vindt het leuk, ik vind het leuk. En ja, het is nu echt heel, heel blij word ik ervan gewoon. Het is echt Yola ook. Het was echt bij Yola dit. Ze heeft een mega grote kast ook. Die is heel rommelig, dus die ga ik verder niet laten zien. Ja, hier hebben we weer een spiegel. We hebben best wel veel spiegels in huis. Zowel Bart als ik zijn echt ijdeltuiten. Dat hebben jullie vast al heel vaak gezien in de vlogs. Ja, dit is gewoon echt het plekje waar ik het liefste 24/7 zit. En deze muur, ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar ja, als ik hier zit, dan zit ik toch achter mijn computer. Dus het hoeft verder niet heel boeiend te zijn voor mij. Ik vind het wel fijn dat ik lekker licht heb wat hier naar binnen komt. En dat ik het ook goed kan, ja, afschermen. Want soms wil je juist, wanneer je aan het editen bent of zo, wil je juist geen licht.
onze kast. Dat is eigenlijk gewoon de administratie / boeken werkkast van Bart en mij. Boeken, make-up, allemaal dingen over fitness. De moed van imperfectie. Dat vind ik echt super vet boek. En dan hier. Deze wil ik al heel graag een keer lezen. Maar elke keer dan denk ik fuck it. Grapje. Deze kennen jullie misschien wel. Dat Bart en ik een paar keer de Helweek hebben gedaan. Daar is dit boek van. Een beetje mental training boeken eigenlijk. Ik koop niet zo snel boeken. Ik moet wel echt weten dat ik ze ook echt gewoon wil bewaren. Hier spreek ik voice-overs mee in. En ik doe eigenlijk alles met een grote koptelefoon op. Zo werk ik het liefste. En ik ben ook verslaafd aan dit soort dingetjes om in te vullen elke week. Om een planning te maken. Eigenlijk doe ik dat elke zondag, een planning maken. Dus dat. Ik heb altijd een to-do-lijstje naast mijn computer liggen. En een notitieboekje. En dit notitieboekje gebruik ik dan om mijn video-ideetjes in op te schrijven. Of blog-ideetjes. Waarom wij er niet voor hebben gekozen om hier bijvoorbeeld een slaapkamer van te maken, is dat dit aan de wegkant is. En wij wonen best wel in een hele drukke straat. Dus in deze kamer hoor je ook wel heel veel bussen en auto's en fietsers en gelellebel voorbij komen. Dan de badkamer. Het is heel klein. Echt heel erg klein. Maar ik ben er heel erg blij mee. Vooral omdat de douchekabine wel groot en ruim is. Ik heb nu even dit badje. Dat het even wat minder in de weg staat. Oh ja, dan kan je ook nog iets heel cools doen. Deze, die kun je dus open doen. En dan kan je deze ook open doen. Dit doe ik echt alleen maar wanneer ik uitga of zo hoor. Maar dan kan je dus jezelf helemaal van de zijkant en van achter zien. Dus ja, ondanks dat onze badkamer heel erg klein is, ben ik wel heel erg blij mee. Het enige is wel wanneer we bijvoorbeeld allebei even druk zijn en weg moeten en in de badkamer even wat moeten doen. Dan staat Bart echt onwijs in de weg, want dan kan ik er gewoon niet langs. Dus daarom staat mijn make-up tegenwoordig ook beneden. Plus het licht beneden is beter om op te maken, want hier is het best wel donker. En dan heel vaak had ik gewoon hele rare make-up op. Dat vind ik echt zo'n hele veeg hier. Ja, dat ken je, hè? Op de overloop in Jack's kamer in kantoor. En hier hebben we automatisch licht. Dat gaat automatisch aan. Daar moest ik echt heel erg aan wennen. We gaan nu naar zolder. Dit is dus waar wij slapen. En waar mijn inloopkast is. Dit is het schoenengedeelte. Hier staan een gedeelte van mijn schoenen. Zoals je ziet, ik heb echt bijna geen hakken meer. Die heb ik allemaal weggedaan, want ik sta er toch nooit op. En dit is mijn inloopkast. Hey, pretty mama. Ja, jongens. Het is echt gewoon van die stellagekasten met alles erin. Maar ik moet zeggen, dit werkt zo erg top voor mij. Dit is de droger en de wasmachine. En ja, ik neem het mee naar de slaapkamer en ik vouw het op en alles is dicht bij elkaar. Het is zo fijn. Hier heb ik een grote spiegel. Dus hier sta ik dan altijd te tobben over wat ik nou aan moet doen. Heel veel van de kleding ligt ook nog op zolder. Zou je denken, die is nou statig op zolder. Ja, maar toen wij gingen verbouwen, heeft Bart dus een hele extra zolder hierboven gemaakt. Hier zit een luik. En dat is echt super groot. Je kan er niet staan, geloof ik. Maar je kan wel, het is wel echt tot hier of zo. En het staat half vol of zo. Met allemaal dozen met kleding en zo. En campingspullen. En dan zijn we nu in de slaapkamer. Die kennen jullie wel, denk ik, van de slaapkamer makeover die ik laatst heb gedaan. Alles is nog hetzelfde van toen, maar dat is ook pas geleden. Ik heb nog steeds Jack's bedje hier staan, terwijl die nooit meer hier slaapt. Die kan eigenlijk wel weg. Ik denk eigenlijk gewoon dat ik het wel prettig vind. Nog even het idee gewoon dat hij misschien toch nog hierheen kan, mocht het echt slecht gaan of iets zijn. Of hij is ziek of zo. Ach ja, waarom? Het staat niet echt in de weg. Dit is mijn andere hoekje. Als ik me echt wat beter wil opmaken, kan ik hier lekker gaan zitten. En dat is dan ook echt gewoon een beetje mijn me-plekje. Dus ja, ik weet niet of jullie David LaChapelle kennen. Maar ik hou van dat soort kunst. Dus misschien weten jullie wat het is. Dan gaan we weer terug naar beneden. Ja, en dan is Jack weer wakker. Dexie, die hoort weer wat. Gaat hij weer helemaal uit zijn dak in de tuin. Dat is het nadeel van beneden slapen, hè? Ja, dan maakt hij je soms wakker. Eigenlijk baal ik dus heel erg van dit glazen dak. We hebben er nu een schaduwdoek overheen gespannen, omdat het gewoon niet te doen meer was hoeveel licht hier binnenkomt. Het is echt heel erg lelijk, warm. We moeten het elke maand laten schoonmaken, omdat er ook nog allerlei viezigheid op gaat zitten.
Maar ja, Bart vindt het echt zonde om het dicht te gaan maken. En dat snap ik ook wel. Want in de winter, dan halen we het doek er natuurlijk weer af. En als je het dan helemaal openzet, is het wel echt heel mooi. En er komt heel veel licht binnen. Dus ik zit eraan te denken om iets te gaan doen van een soort speciaal folie, heb ik gehoord. Wat ervoor zorgt dat het minder fel naar binnen schijnt. En ook minder warm wordt binnen. Dus daar ben ik nu nog mee bezig om dat even uit te vogelen. Ook zou ik nog iets van lampen boven de tafel willen. Ik denk dat dat ook echt veel huiselijker wordt wanneer we lampen boven de tafel hebben. Maar dat past niet echt bij de andere lampen die we hebben. Dus we hebben daar al heel vaak over na zitten denken. Maar ja, dan moeten we eigenlijk echt heel de lampen indeling gaan veranderen. Dus daar zijn we ook nog niet helemaal over uit. Zo, nou, dit was ons huis. En ik denk dat de meesten van jullie die mij al langer volgen dat wel een beetje weten. Als er weer heel veel veranderd is, dan doe ik wel weer een keer een nieuwe. In ieder geval, dit is het voor nu. Hartstikke bedankt voor het kijken. En niet vergeten te abonneren. Dan zie ik jullie weer in de vlogs. En nu moet ik naar Jax toe. Doei! Rock that joint.